Welkom bij de Corona Survival Kit van Dynamo Jeugdwerk. Hele mond vol, ik heb erop moeten oefenen, maar eindelijk is hij goed, hoop ik. Vandaag, wat gaan we vandaag doen? Ik wil jullie heel erg graag inspireren om tekeningen te gaan maken. Tekeningen bij het verhaal wat ik heb gemaakt. Het is een vervolgverhaal op de verlegen vis Ferdinand die ik heb geschreven. En dat boek wat uitgekomen is, dat is dit boek. En weet je, ik heb het verhaal gemaakt, maar een heleboel kinderen uit Eindhoven en omgeving hebben de tekeningen erbij gemaakt. En dat was zo onwijs leuk. Ik heb altijd gezegd, kinderen kunnen de beste tekeningen maken bij kinderboeken. Dus vandaar de uitnodiging aan jullie. Pak alles wat je thuis hebt, waar je lekker creatief mee kan tekenen, maar je kan ook schilderen natuurlijk. Pak een groot vel papier en daar kan je mee aan de slag om een tekening te maken bij dit stuk uit het nieuwe verhaal van de verlegen vis Ferdinand. Vorige week hebben jullie een aantal tips gekregen. Die zijn meegenomen door, ik denk, een graffiti-kunstenaar. Die jullie heeft uitgelegd en voorgedaan hoe je kunt tekenen. Nou, die technieken kan je toepassen als je dat wil bij het tekenen van iets moois bij dit verhaal. Dus doe lekker waar jij zin in hebt en laat je meenemen door het verhaal. Weet je, er is geen goed of fout, het is gewoon jouw manier waarop je het doet. En ik ben heel erg nieuwsgierig wat jullie gaan maken. Zijn jullie al benieuwd naar het verhaal? Oké, dan ga ik beginnen. Ik lees het voor vanuit mijn kinderboek wat ik heb gemaakt. Maar dit is natuurlijk nog helemaal geen boek. Dit is wat we samen gaan maken. Ik ga beginnen. En weet je hoe het heet? Het heet De Verlegen Vis Ferdinand en het Gekke Cadeau. Ferdinand woonde samen met Zeemeermin, Lavendel, Zebra, de twee vliegende herten, de hond, de dolfijn, de spin en het roodborstje in het huis van de twee kwallen. Op een eiland hier heel ver vandaan. Ferdinand en Lavendel maakten iedere ochtend het ontbijt klaar en brachten dan van het strand cadeautjes uit de zee mee voor iedereen. Soms was het een mooi stukje hout, dan was het een tand van een oude haai, soms een gekarteld gekleurd klein vlaggetje, maar soms ook een plastic schepje, verloren door een kindje en meegenomen door de zee naar het eiland. Maar op deze vroege ochtend hadden Ferdinand en Lavendel iets gevonden wat ze niet echt kenden. Het materiaal was anders dan ze ooit hadden gezien, de vorm was anders dan ze ooit hadden gevoeld. En toch lag het daar op het zand en leek het te roepen. Pak me op, neem me mee. Ferdinand en Lavendel keken elkaar aan. Ja, dat voelden ze allebei, dat ze het voorwerp mee moesten nemen. Maar voor wie was dit cadeau dan? Dit enige cadeau van die ochtend. Op het moment dat Lavendel het voorwerp vastpakte, voelde ze een schokje door haar hand gaan. Nee, het was niet eng, maar wel een beetje gek. De hele weg naar huis keken ze ernaar en probeerden ze uit te vinden wat het was. Het leek een beetje op de golven van de zee, maar ook weer anders. Was het iets dat uit water gemaakt was of uit zand en water? Ineens hielden ze plotseling op met lopen, want toen de eerste zonnestralen op het voorwerp vielen, leek het alsof het ging stralen, ging glimmen. Het leek alsof de zon een boodschap gaf en ook weer een boodschap terugkreeg. Lavendel liet van schrik het cadeau op het zand vallen en even maakte het een kleine beweging. Was dat wat zij net in haar hand had gehouden iets levends geworden? Woonde er misschien een zeeslang in? Of een garnaal? Of een familie zandvlooien? Ze bekeken het van een afstandje en gingen er toen heel dichtbij zitten. Maar er zat geen opening in het voorwerp, geen raampje of deurtje. De beweging kwam van binnenuit. Ferdinands gewei begon te kriebelen en zoals hij gewend was, kreeg hij daarmee een boodschap binnen. Een
aanwijzing wat hij moest doen. Ferdinand had zich altijd een beetje geschaamd voor zijn gewei. In het aquarium waar hij vroeger woonde, was hij de enige vis met een gewei. Maar sinds hij Lavendel kende, die ook een gewei op haar hoofd had en zelfs ook een gewei aan haar staart, was hij wat minder verlegen geworden over zichzelf en was hij zelfs wat sterker en stoerder geworden. Maar dat gewei, dat hielp hem dus vaak en vertelde hem wat hij moest doen en hoe hij op bepaalde situaties kon reageren. Ferdinand voelde goed, heel erg goed. En hij wist, dit is niet zomaar een boodschap, dit is een heel verhaal. Want wat hij toen zag, toen hij zijn oogjes gesloten had, dat was een hele grote vliegende schotel. En daaromheen vlogen allemaal letters en cijfers. Hij kon niet zo goed lezen wat die letters betekenden, maar wat hij wel zag, was dat op de buik van de vliegende schotel een heel groot hart stond. Toen de vliegende schotel tot stilstand kwam, ging het hart open, rolde er een klein trappetje uit en daar kwam een heel klein mannetje uit met een grote ketting om met blauwe stenen. In zijn hand had hij een sleutel en die had de vorm van het voorwerp wat zij hadden gevonden op het strand. Wat was dat nou? De man die begon te praten, maar Ferdinand kon hem niet zo goed verstaan. En toen de man stopte met praten, gaf hij de sleutel aan een van de kinderen die om de vliegende schotel heen waren komen staan. En daarna gaven alle kinderen elkaar een hand en liepen ze weg. Boven hun hoofden in de wolken zag Ferdinand hetzelfde teken verschijnen. Ferdinand deed zijn ogen open en zag dat in de lucht, daar boven het strand en de oceaan, hetzelfde teken in de wolken stond. Hij keek Lavendel aan en samen lazen ze de woorden onder het teken. Het was Share the Vibe. Dit is het verhaal wat ik speciaal voor jullie heb geschreven. En natuurlijk ook speciaal voor Eindhoven, want er zitten een aantal dingen in die je misschien wel herkent. De vliegende schotel is natuurlijk het evaluum. En wat is dan dat voorwerp? Dat is natuurlijk een onderdeel van het logo van de gemeente Eindhoven. Dit is dus een speciaal verhaal wat ik gemaakt heb voor jullie. Het is een vervolg op het boek wat ik maakte over de verlegen vis Ferdinand. En de verlegen vis Ferdinand is een vis die zich niet zo prettig voelt in het aquarium waar hij woont. En dat komt omdat hij er anders uitziet als de andere vissen. Alle andere vissen zwemmen heel mooi en bewegen hun staarten en kunnen lekker dansen. Maar Ferdinand die heeft een gewei van koraal op zijn hoofd en daar schaamt hij zich een beetje voor. Maar juist dat koraal op zijn hoofd helpt hem in allerlei verschillende situaties. En geeft hem boodschappen en daardoor weet hij wat hij in allerlei situaties moet doen. Ik hoop dat jullie dit een leuk verhaal vonden. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan tekenen. Als je wil kan je je tekening mailen aan info@dynamojeugdwerk.nl. Dan gaan we kijken wat we mee kunnen doen. Misschien maken we wel een boek met elkaar. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Tot ziens, hè? Doeg!